Maar ja, dus we zijn nog niet in rustig vaarwater, bedoelt u te zeggen. Er kan nog van alles misgaan. Jazeker. Ik denk dat we niet de illusie moeten hebben dat de tijden van voor 2008 snel zullen terugkeren. Er zijn toch nog een aantal problemen op de koopwoningmarkt. Die hebben te maken met het feit dat starters nu veel meer geld mee moeten brengen als ze woning kopen. Dat is op zich ook positief, maar dat remt wel de vraag. Het heeft ook te maken met dat veel eigenaarbewoners met een hypotheek onder water zitten, waardoor ze ook niet zo snel en gemakkelijk kunnen verhuizen. En het heeft tot slot ook te maken met het feit dat banken toch beperkte middelen hebben om hypotheken te verstrekken. Nou, die drie factoren die leiden tot de conclusie dat we niet van een heel uitbundige ontwikkeling mogen verwachten. Denkt u, meneer Konijn, dat we ooit weer op het niveau van voor de crisis zullen komen? Nou, ik aarzel om daar positief op te antwoorden. Ik denk dat dat de komende jaren zeker niet het geval zal zijn. Om de redenen die ik net noemde, dat toch de vraag minder groot zal zijn dan we gewend zijn geweest. Maar we hebben nog wel steeds in Nederland een groot tekort aan woningen. Dus gaat dat nog invloed hebben? Zeker, dat tekort is er nog. En dat zal vooral via nieuwbouw moeten worden opgelost. En we zien dat de woningbouwmarkt nog heel sterk in een diep dal zit. De laatste cijfers van het CBS over het aantal bouwvergunningen laat zien dat het weer verder is gedaald. Daling van 30% in 2013 ten opzichte van 2012. Dus voorlopig zal het woningtekort er nog wel blijven bestaan. Maar leidt dat er niet toe dat als er te weinig gebouwd wordt, en er is op een gegeven moment een toenemende vraag, wat we nu zien, dat je dus dan weer een prijseffect krijgt? Want geen nieuwe woning beschikbaar, mensen willen toch weer gaan kopen, dus prijzen omhoog. Is dat realistisch? Zeker. Dus een van de redenen waarom de prijzen wel weer wat licht zullen stijgen is het tekort aan woningen. En dat zal leiden tot meer vraag. En dat zal de prijsontwikkeling ook steunen. Dus dat is ook een positieve voor de koopwoningmarkt, voor de bestaande koopwoningmarkt, een positieve factor. Maar ik noemde net drie andere factoren die een negatief effect hebben. Dus per saldo moeten we denk ik niet nu juichend langs de kant staan en weer verwachten dat het wordt zoals voor 2008. Maar misschien komt mijn hypotheek wel weer boven water. Dank u wel, Johan Konijn, hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam.